Hoi, deze keer een review van de AllPowers R2500 met 400 watt zonnepanelen. Deze keer mag ik de AllPowers R2500 Solar Generator, zoals het ding noemt, mag ik testen. En ik heb er de 400 watt zonnepanelen set bij gekregen. Ja, ik mag tot 600 of 800 watt geloof ik, maar ik heb de 400 watt. Meer dan voldoende denk ik. En ik laat jullie even zien wat het nou is, wat je doet, wat je mee kunt doen en hoe het een beetje werkt. De AllPowers R2500 is een solar generator, zo noemen ze hem. Maar eigenlijk als je het goed gaat bekijken is het gewoon een hele grote lithium accu. Die je oplaadt met zonnepanelen of met gewoon stroominput of op 12 volt. En er zit dus een voedingssysteem in waarmee je dus een omvormer hebt. Er zitten 4 230 volt uitgangen op met 10 ampère uitgang. En een hele hoop USB-aansluitingen om je apparatuur op te laden. Maar ook gewone 12 volt aansluitingen. Ja, het is echt een systeem waarmee je dus ja, off-grid zou kunnen staan. Dus je laat hem op, je neemt hem mee. En vervolgens kun je urenlang... Zelfs hij gaf het aan, hij zit nu 67% vol. En hij geeft aan dat ik 15 dagen zou kunnen draaien op USB. Als ik het rustig aan doe. En natuurlijk als je dus een waterkoker aansluit of een airfryer, dat soort dingen. Gaat het natuurlijk veel harder, want dat is 230 volt met heel veel vermogen. Er zitten dus 4 aansluitingen op voor 230 volt 10 ampère. En er zitten 4 USB-aansluitingen aan. En die zijn bedoeld voor normaal opladen en ook voor high power opladen. 100 watt geloof ik zelfs op sommige uitgangen. En een 12 volt uitgang. Daarnaast zit er ook een hele hoop ingangen op om dus weer te laden. Een 230 volt input, gewoon voor de stroom natuurlijk. Er zit ook dus de input op voor de zonnepanelen. Ik heb dus een 400 watt versie. En je kunt hem ook op de 12 volt van de auto bijvoorbeeld opladen. Dat gaat wel langzaam, maar dat kan. Daarnaast kun je deze dus ook gebruiken als een UPS, dus een Uninterruptible Power Supply. Zo, dat klinkt heel goed. Ik had hem in één keer goed. Eigenlijk komt erop neer, dan gebruik hem als backup voor het geval dat je ergens staat en je staat gewoon op de stroom, maar de stroom valt uit. Dan neemt hij het heel snel over, binnen 15 milliseconden. Dat is echt zo snel dat de meeste PC's of laptops niet eens doorhebben dat de stroom uitgevallen is. Hij neemt het meteen over. Mooi van dit systeem is wel, als je hem hebt aangesloten op de stroom en je gebruikt hem als UPS, hoeft trouwens niks voor in te stellen, dat snapt hij zelf, dan pakt hij geen stroom uit het apparaat zelf, maar gaat je het meteen doorvoeren. Dus hij overbrugt hem eigenlijk een beetje. Maar grijp pas in als de stroom uit zou vallen. Ik kan je laten zien wat er allemaal op aangesloten kan worden. En dat zie je op heel veel video's hier gebeuren. Van joh, ik sluit een waterkoker op aan. En dan, hij doet het. Neem van mij aan. Hij is 10 ampère, 230 volt. Pure sinus. Dus dat is gewoon perfect goed. Alles waar je thuis kunt aansluiten. Bijna alles waar je thuis kunt aansluiten. Kun je gewoon ook hierop aansluiten. En draait er gewoon op. Werkt gewoon. Die USB vind ik eigenlijk wat fijner voor mezelf. Omdat daar een 2 keer USB 100 watt aansluiting op zit. En dat is echt voor snel laden voor bijvoorbeeld je iPhone en een iPad en dat soort dingetjes. Aan de zijkant heeft hij eigenlijk zit als de aansluiting voor de inputs aan de ene kant. Daar kun je dus de zonnepanelen op aansluiten met een speciale stekker. Maar ook gewoon de 220 volt. En er zit een speciale schakelaar voor een zekering. Als je een keer eruit doorslaat, dan kun je hem daar weer resetten. En aan de andere kant, dat vond ik zelf heel bijzonder, zitten 2 aansluitingen om nog zo'n apparaat aan te sluiten en dan kun je ze dus stapelen en dan lust je ze door. Nou, dan kun je dus helemaal off-grid gaan staan. En daarnaast is het ook wel heel fijn dat eigenlijk alle aansluitingen, dus de inputs aan de zijkant zitten en alle outputs aan de voorkant en aan de achterkant zit helemaal niets. En je denkt van waarom is dat nou? Nou, ik vind het wel fijn, want dan kun je hem strak tegen de muur zetten ergens. Perfect. Hij is makkelijk in te stellen, want er zijn niet veel instellingen mogelijk eigenlijk. Je zet hem aan en vervolgens kies je, ik wil dat blok gebruiken. Bijvoorbeeld de USB-blok, of ik wil de 12 volt blok gebruiken, of ik wil de 230 volt blok gebruiken. Kun je ze allemaal tegelijkertijd aan of uitzetten wat je maar wil. En dat kun je allemaal zien op het display. Er zit ook een app bij. Daar kun je eigenlijk zelf doen. Je kunt zien wat de status is van de accu. Je kunt het display uitlezen en je kunt de diverse onderdelen kun je aan en uitzetten. En als optie kun je zien wat op dat moment live de output en input is. De solar generator zelf is eigenlijk gemaakt van goed hard stevig plastic met handvat aan de zijkant erin waar je hem dus goed op kunt pakken. Hebben ze goed over nagedacht. En de zonnepanelen zelf, dat is ja, een klapsysteem, zeg maar. Het is, als je ze inklapt, vormt er samen een draagtas. En die kun je openklikken en dan klapt die helemaal uit. Tot het hele pakket van 400 watt aan zonnepanelen. Een ander ding wat me ook opvalt, is eigenlijk de kwaliteit van de aansluitmaterialen. Dus de kabels die erbij zitten. Het is niet van dat dun kabeltje, het is echt serieus werk. Er zit ook een genoeg aantal kabels bij en genoeg lengte. Er zitten 220 volt kabels bij, de solarpaneelkabels zitten erbij en die zijn extra lang plus een verlenging. Er zitten zelf van die karabijnhaken bij om alles weer goed netjes vast te maken. Daar hebben ze goed over nagedacht. Ik zal heel kort even laten zien, dit is dus de voorkant. En dit is het display. Dit is de hoofdschakel om aan en uit te zetten. Nou, hier in deze kant hebben ze de groep zitten met USB-outputs. En dan heb je dus de bovenste twee zijn USB-C-outputs. Die kleine aansluitingen. Maar wel met 100 watt voeding. Dus echt pittig. Hier heb je de standaard USB-aansluiting die we altijd wel kennen. Maar dan met 18 watt. En dat is echt al heel veel hoor. Dat zijn serieus snelle jongens. En dit is een iets mindere. Nog een keer twee USB-uitgangen met 12 watt. Die je dus apart kunt aan- en uitzetten. Kan dus hierop op het scherm. Maar ook op de app. En zet je hem aan. Laat je ook netjes zien in de scherm. Joh, die is nu in gebruik. Je ziet ook wat nu de input en output is. En hoeveel tijd je nog ongeveer over hebt. Ik zit nu op 15 dagen, maar ik heb geen afname. Ik zal hem even uitzetten. Aan de andere kant heb je de 12 volt uitgangen. Dat zijn de DC, de gelijkspanning uitgangen. Je hebt daar een aansluiting voor. Je kent hem wel, de sigaretaansteker. En hier heb je nog wat andere aansluitingen die je kunt gebruiken. Ook serieus pittig. Even netjes dichtmaken, zo. Mooi. Ook die kun je dus weer los van de rest aan- en uitzetten. Ik zal hem even uitzetten weer. En hieronder heb je dus 4 230 volt 10 ampère pure sinus uitgangen. En pure sinus wil zeggen dat het echt gewoon niet een sinus is die gemaakt is en afgevlakt is. Maar echt analoog eruit ziet. En dus de apparatuur die hier aanhangt dat niet doorheeft en dus gewoon werkt. Dat is wel heel belangrijk voor laptops bijvoorbeeld en voor sommige opladers. Het zijn er 4, afgeschermd met een goede dop, niks mis mee. Het is wel zo, als je deze aanzet, dan gaat de koeling werken. En dan is dit het geluid waar je hoort als je aanstaat. Nou, dat valt wel mee. Je kunt dus schakelen tussen 50 en 60 hertz. Hij staat standaard op 50 hertz voor Europa natuurlijk. En in de app kun je hem op 60 hertz zetten als je dat apparatuur voor hebt. Maar in principe hoor je daar nooit aan te komen. Ik zal even uitzetten weer helemaal. En zo zet je hem eruit. Dus staat hij ook helemaal uit. Klaar. Nou, het grote voordeel van dit apparaat natuurlijk is dat het draagbaar is. Je kunt het meenemen en je hebt overal meteen ter plekke alle soorten stroomvoorziening. Het is ook perfect voor mensen die onderweg zijn en altijd 230 volt nodig hebben. Stel je hebt een apneuapparaat in de camper nodig en je moet even op 230 volt draaien. Dan zou het ook als backup kunnen gebruiken voor het geval dat je bang bent dat je stroom uitvalt 's nachts. Dan neemt deze het altijd over, zal je apneuapparaat ook niet uitvallen. Maar hij heeft power genoeg om zelf alles te voorzien en gewoon te blijven draaien. Ander groot voordeel is natuurlijk, het is draagbaar. Draagbaar is wel een heel ruim begrip, moet ik eerlijk zeggen. De lithium accu, de kast zelf, weegt 27 kilo en de zonnepanelen wegen 18 of 19 kilo geloof ik. Dus ja, het is draagbaar, maar het is naar mijn mening best wel pittig zwaar. Daarom is het ook een advies om goed af te wegen van, joh, kan ik dit gewicht er wel bij hebben in bijvoorbeeld mijn camper of mijn caravan? Als je hem daarin wil gebruiken tenminste. En voor andere toepassingen thuis en dat soort andere dingetjes. Ja, dan is gewicht natuurlijk niet zo erg belangrijk. Het is degelijk gebouwd, dat moet ik er wel bij zeggen. Ook de tas en de materialen die gebruikt zijn voor de zonnepanelen. Dat kan tegen een stootje, het is waterproof. Als je kijkt hoe de lithium-accu zelf gebouwd is. Het is van metaal met zacht afgeronde hoeken. Handgrepen waar ook wat rubber in zit. Dat je niet meteen jezelf pijn doet en dat het echt wel goed grip hebt. Dat soort dingen hebben ze echt goed over nagedacht. En voor wie is dit nou bedoeld? Ja, eigenlijk voor iedereen die zeker wil zijn dat je genoeg power bij hem heeft als stroom. Dus het kan zijn dat je denkt van, joh, ik heb het nodig als backup. Dus je staat gewoon aan de stroom. Maar je wilt zeker zijn dat je een backup hebt. Dat je altijd genoeg stroom en power bij de hand hebt. Of voor mensen die volledig off-grid willen staan. Dus niet afhankelijk van derden of van externe partijen. Maar het zelf willen regelen. Dan kunnen ze zelf een hele stroomvoorziening regelen. Of gewoon voor mensen die niet met de camper of caravan weggaan. Voor een bedrijf die een power supply nodig heeft voor het geval dat iets uitvalt. Is dit ook een goede backup. Dus ook daar is het goed bruikbaar voor. Hoe lang is nu het opladen? Nou eigenlijk, je kunt hem op verschillende manieren opladen. Hè? Dus je kunt hem opladen met de zonnepanelen. En je kunt hem opladen met 230 volt stroom. Of gecombineerd. Nou, laat je hem op met alleen de zonnepanelen, zal hij ongeveer 2 uur nodig hebben om opgeladen te worden weer. En doe je dat in combinatie met een 230 volt aansluiting. Dus samen is je in een uur weer helemaal vol, klaar voor gebruik en dan kun je weer lekker verder. En zo ben ik alweer aan het einde van deze review gekomen. Tijd vliegt. Dit was dus mijn review van de AllPowers R2500 Solar Generator met de 400 watt zonnepanelen erbij. En hieronder zullen we allerlei gegevens neerzetten. Mocht je meer interesse hebben kun je daarop klikken en dan kun je kijken op hun website en op onze website wat de gegevens zijn en eventueel kun je hem aanschaffen als je daar interesse in hebt. En vond je deze video leuk? Geef ons dan een duimpje en abonneer je op ons kanaal, want wij doen heel veel van dit soort reviews geven. Niet alleen dit, van alles.